Langs de route van de Zevenheuvelenloop werd deze week de eerste walnootboom geplant. Er zullen nog meer bomen en struiken met vruchten geplant worden, zodat er een plukbos ontstaat. De route is een rondgang die start en eindigt in het dorpshart van Groesbeek en die door het open heuvellandschap loopt dat aan weerszijden van de Zevenheuvelenweg ligt. Nou, we hebben hier vandaag een, een fruitboom geplant, een uh, walnoot, en dat hebben wij en ik Ben van de Bastij, het Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie in Nijmegen. En we hebben een samenwerking nu met de Heuvelloop om uh, meer bomen in Nijmegen, maar ook langs deze route, te planten. En we gaan hier zo'n 40 fruitbomen planten en ook nog een 200 stuks meidoorn uh, struiken zodat er hier een, een, een natuurlijk bos ontstaat, maar wel een plukbos. Waar mensen ook noten kunnen plukken, straks ook fruit kunnen plukken. En nou, dat is een mooie bijdrage aan een verbetering van het klimaat.